Als je veel moet plassen, kan dat van alles betekenen. Als je op leeftijd bent, is de kans groot dat het iets te maken zal hebben met je bloedsuiker of diabetes type 2. Gezien het feit dat 1 miljoen mensen ongeveer diabetes type 2 hebben en nog ongeveer 2 miljoen mensen rondlopen met verhoogde bloedsuikers zonder het zelf te weten, is het goed om even stil te staan bij welke symptomen je kunt ervaren wanneer je een verhoogde bloedsuiker hebt of diabetes type 2. Ik ben Ali van Ziektevrij Leven en in deze video ga je leren wat het veel plassen kan veroorzaken, 7 symptomen van beginnende suikerziekte en een oplossing om dit allemaal af te remmen en op te lossen. Als eerste is het goed om even stil te staan bij het feit dat het veel plassen niet altijd veroorzaakt wordt door een verhoogde bloedsuiker of diabetes type 2. Zaken die veel plassen kunnen veroorzaken zijn stress, een zwangerschap, een SOA of blaasontsteking. Uiteraard zijn er nog meer dingen die het veel plassen kunnen veroorzaken, maar deze 4, naast een verhoogde bloedsuiker, zijn de voornaamste oorzaken van veel plassen. Ben je op leeftijd en moet je veel plassen, dan is het hoogst onwaarschijnlijk dat het een van de 4 voorgaande dingen is, los van een blaasontsteking. Wat het veel vaker is, of eigenlijk bijna altijd, is een verhoogde bloedsuiker of diabetes type 2. En hoe dat allemaal zit, zal ik in de volgende symptomen aan je uitleggen. Symptoom nummer 1, veel plassen. Als je veel moet plassen, is het bijna altijd doordat je een te hoge bloedsuiker hebt. En waarom dat zo in verband met elkaar staat, zal ik je haarfijn uitleggen. Suiker in het lichaam is eigenlijk alleen maar goed. Suiker is namelijk een brandstof voor onze lichaamscellen. En een brandstof die ons lichaam heel graag gebruikt, omdat het heel makkelijk energie kan vrijmaken uit suikers. Er zijn maar een paar verbrandingsstappen nodig, om zo maar te zeggen, om de energie uit suiker vrij te maken. Het probleem is een beetje dat te veel suiker een probleem wordt. Het is natuurlijk niet zo dat hoe meer suiker in het lichaam, hoe beter, want ja, dan heb je des te meer energie. Ja, tot zekere mate, maar bij een bepaald punt wordt het giftig en schadelijk voor het lichaam. En het lichaam lost dit op door het overtollige suiker uit te plassen. Suiker, zoals de meeste mensen weten, is een wateroplosbare stof. Als jij suiker in een kopje thee doet, lost dat heel snel op. En dat weet je lichaam ook. En daarom probeert het alle overtollige suikers die in je bloedbaan ronddrijven te lozen via de urine. En verklaart het dus ook waarom mensen met een verhoogde bloedsuiker of diabetes type 2 vaker naar de wc moeten. Het lichaam herkent dat het suikergehalte in het bloed te hoog is. Dat moet opgelost worden en de makkelijkste manier voor je lichaam om het op dat moment te doen, is het allemaal via de urine uitscheiden. Ik heb overigens de vele symptomen van diabetes type 2 uitgebreid behandeld in een vorige video. Als je deze wilt zien, klik dan even hier of de link ervan in de beschrijving van deze video. Daar ga ik veel dieper in op dit onderwerp. In deze video geef ik je alleen een kleine samenvatting en de belangrijkste symptomen, zodat je in ieder geval uit de voeten kunt. Symptoom 2, veel drinken. Het spreekt natuurlijk voor zich dat als je aan de ene kant veel plast om de suikers te lozen en daarmee dus ook veel vocht verliest, dat je aan de andere kant dat moet compenseren. En dat doet je lichaam door je dorstprikkel te stimuleren en je veel te laten drinken. De 2 voornaamste of eerste symptomen van een verhoogde bloedsuiker of diabetes type 2 zijn eigenlijk altijd de combinatie veel plassen in combinatie met veel drinken. Hierbij moet je natuurlijk oppassen of opletten dat natuurlijk het veel plassen en veel drinken niet ineens van de een op andere dag extreem toeneemt. Het zal vaak heel geleidelijk verlopen. Waar je misschien eerst 3 of 4 keer naar de wc ging per dag, gaat dat langzaam misschien naar 5, 6, 7 of 8 keer. Het is vaak dan ook niet alleen jij die opmerkt dat je vaker naar de wc moet en meer moet drinken, maar ook mensen om je heen die het opvalt van hey, je gaat wel heel vaak naar de wc of je drinkt wel heel vaak een glaasje water. Hou er dus rekening mee dat veel plassen in combinatie met veel drinken een heel goed teken kan zijn dat je een verhoogde bloedsuiker hebt of diabetes type 2. Symptoom 3, uitdroging. Ook deze spreekt eigenlijk voor zich. Als je het veel plassen niet genoeg compenseert met veel drinken, dan bestaat de kans dat je uitdroogt. En dit kan zich op verschillende manieren uiten. Vooral je ogen, je huid en je geslachtsorganen kunnen dan uitdrogen, waardoor je jeuk, irritatie of zelfs schimmelinfecties kunt krijgen. Wanneer je huid bijvoorbeeld opdroogt, wordt het heel stug
en gaat het trekken. En dat trekkende gevoel, dat veroorzaakt jeuk. En dat geldt voor hetzelfde voor je ogen of je geslachtsorganen. Merk je dus ook dat je wat meer last hebt van jeuk of irriterende plekjes, of misschien schimmelinfecties, hou er dan rekening mee dat dit mogelijk het gevolg is van het vele plassen en niet voldoende drinken, wat leidt tot uitdroging. Symptoom 4, blaasontstekingen. Ik heb al bij dit eerste symptoom aangegeven dat je veel moet plassen wanneer je een verhoogde bloedsuiker hebt of last hebt van diabetes type 2. Het is natuurlijk niet zo dat je continu moet plassen. Het gaat zoals altijd in fasen. Je plast, daarna bouwt zich urine op met heel veel suikers wat je lichaam wil lozen en daarna moet je weer eens een keer plassen. Het probleem alleen is dat in je blaas zich urine ophoopt met behoorlijk wat suikers. En als schimmels en gisten ergens van houden en goed op kunnen groeien, dan zijn het makkelijk te verteren suikers. En je blaas, met daarin suikerrijke urine, is de perfecte locatie voor die gisten en schimmels. Je ziet dan ook dat de kans op het krijgen van een blaasontsteking enorm toeneemt wanneer je een verhoogde bloedsuiker en diabetes type 2 hebt. Enerzijds komt dat door de suikerrijke urine die je hebt en anderzijds krijg je uitdroging in die regio, wat de kans op infecties sowieso verhoogt, vooral bij vrouwen. En zie je dat er eigenlijk een vicieuze cirkel gaat ontstaan. Hou er dus rekening mee dat als je de afgelopen tijd meer last hebt gekregen of gehad van blaasontstekingen, vooral als vrouw, dan kan dit een teken zijn dat je dus te suikerrijke urine hebt en dus dat het komt door een verhoogde bloedsuiker of diabetes type 2. Even snel tussendoor voordat we verder gaan. Vind je deze video leuk en leerzaam en wil je meer van dit soort video's ontvangen? Vergeet dan niet om ons een like te geven en je gratis te abonneren op dit YouTube-kanaal. Zo mis je geen enkele video die wij publiceren en help je ons om meer mensen te bereiken om ze zo samen gezonder te maken. En nu weer terug naar de video. Symptoom 5, onverklaarbaar gewichtsverlies. Over dit onderwerp heb ik in het verleden ook een uitgebreide video gemaakt. Mocht je die willen zien, klik dan even hier. Link ervan ook in de beschrijving van deze video. Maar het enige wat je voor nu even moet weten is het volgende. Onverklaarbaar gewichtsverlies bij een verhoogde bloedsuiker of diabetes type 2 kan door verschillende dingen worden veroorzaakt. Maar één van de voornaamste en simpelste en meest logische is dat je te veel vocht verliest. Door het vele plassen en niet genoeg drinken krijg je inderdaad uitdroging, maar dat vertaalt zich ook op de weegschaal. Je zult zien dat je gewicht lijkt te verliezen. Uiteraard is dit niet gezond gewicht wat je verliest, het is puur en alleen vocht. Wat je altijd moet onthouden is dat afvallen niet zomaar komt aanwaaien. Als je niet bewust ervoor kiest om gezonder te gaan eten, misschien minder te gaan eten of meer te gaan bewegen, maar toch op een of andere manier afvalt, dan is bijna altijd de verklaring iets ongezonds of behoorlijk ernstigs. Je lichaam is namelijk een spons voor voeding en een spons voor calorieën en die houdt elke gram vast die het kan vasthouden en laat liever niks zomaar weggaan. Onverklaarbaar gewichtsverlies is dan ook eigenlijk nooit een goed teken. En als je het gewichtsverlies ervaart in combinatie met voorgaande symptomen die ik heb genoemd, dan kun je er bijna wel gif op innemen dat dit komt doordat je te veel vocht verliest door een verhoogde bloedsuiker of diabetes type 2. Symptoom 6, chronische vermoeidheid. Zoals ik eerder in deze video heb gezegd, zijn suikers een makkelijk en snel te verbranden brandstof voor je lichaam waar die niet genoeg van kan krijgen. Het is dan ook misschien een beetje ironisch dat mensen met een verhoogde bloedsuiker en dus veel energie in hun lichaam theoretisch hebben, chronische vermoeidheid ervaren. Maar de verklaring hiervoor is behoorlijk simpel. Mensen met een verhoogde bloedsuiker hebben een verhoogde bloedsuiker. Oftewel, ze hebben veel suiker in hun bloed. Dat is inderdaad potentiële energie die je lichaam kan verbranden om daar allerlei leuke activiteiten mee te doen. Alleen je lichaam heeft niks aan suiker in het bloed. Dat suiker moet naar lichaamscellen getransporteerd worden om daar verbrand te worden. En heel technisch gezien wordt het dan verbrand naar de bruikbare brandstof ATP. En dan pas kan een lichaamscel er iets mee doen. Zolang dat suiker in je bloed ronddrijft, is het eigenlijk onbruikbaar. Pas wanneer het opgenomen wordt door een cel, dan pas is het bruikbaar. Het probleem bij mensen met een verhoogde bloedsuiker of diabetes type 2 is dat ze last hebben van insulineresistentie. Wat dat is, is heel ingewikkeld, maar voor nu is het enige wat je moet weten het volgende. Hun lichaam is
daardoor minder goed in staat om suikers op te nemen naar de lichaamcellen, omdat het stofje insuline, die dat hoort te doen, minder goed werkt in het lichaam. Het lichaam is met de jaren ongevoeliger geworden voor insuline en daardoor kan insuline zijn werk niet goed doen, blijven er suikers achter in je bloedbaan en komen die niet terecht bij de lichaamcellen om verbrand te worden. Het gevolg hiervan is natuurlijk dat je vermoeid wordt. Heel simpel, er komt gewoon niet genoeg energie bij je lichaamcellen, dus zul je vermoeid zijn. Ook dit is een typisch kenmerk van mensen met een verhoogde bloedsuiker of diabetes type 2. Ze zijn vaak heel moe, vaak wijten ze het vanwege hun leeftijd aan ouderdom, maar het heeft er zelden iets mee te maken. Vaak, bijna altijd, is het te verklaren door een onderliggend probleem en in dit geval een verhoogde bloedsuiker of diabetes type 2. Symptoom 7, vasculaire problemen. Ik kan deze video heel uitgebreid maken en ik kan heel veel dingen noemen als symptomen van een verhoogde bloedsuiker of diabetes type 2. Maar bij dit symptoom heb ik maar een hele grote paraplu genoemd onder de noemer vasculaire problemen. Want een van de grootste problemen bij diabetes type 2 is dat de kleine vaten in je lichaam, de kleine bloedvaten, verstopt raken door de verhoogde bloedsuikers in je bloedbaan. De zogenaamde haarvaten in je lichaam zijn heel dun en kunnen makkelijk verstopt raken bij een verhoogde bloedsuiker. Haarvaten zijn namelijk 5 tot 10 keer zo dun als een haar op je lichaam. Oftewel heel dun. En er is niet heel veel voor nodig om daar een verstopping te veroorzaken. Het gevolg hiervan is natuurlijk dat als je een verhoogde bloedsuiker hebt of diabetes type 2 en de haarvaten verstopt raken daardoor, dat er allerlei gebieden in je lichaam last zullen krijgen of zullen afsterven door dit probleem. Gebeurt dit bijvoorbeeld in je ogen, dan krijg je diabetische retinopathie, wat schade is door een verhoogde bloedsuiker aan je oog. Vaak uit dat zich in het begin door wazig zien of slechter zien, maar uiteindelijk kan het tot blindheid leiden. Sterker nog, in Europa is een verhoogde bloedsuiker en diabetes type 2 de voornaamste oorzaak van blindheid in mensen. Gebeurt het bijvoorbeeld in je nieren, dan krijg je een verminderde nierfunctie of zelfs volledig nierfalen. Gebeurt het in je huid, dan krijg je dus een droge huid of een irriterende huid of zelfs schimmelinfecties in je huid. In je brein kan het natuurlijk ook problemen oplossen. We zien bijvoorbeeld dat mensen die bloedsuikerproblemen hebben of diabetes type 2 60% meer kans hebben op het ontwikkelen van dementie dan mensen die een gezonde bloedsuiker hebben. En als klap op een vuurpijl blijkt het ook nog zo te zijn dat mensen met een verhoogde bloedsuiker en diabetes type 2 eigenlijk een hogere kans hebben op elke denkbare ziekte die te maken heeft met het brein. Van depressies tot Alzheimer tot dementie en al het andere wat je kunt verzinnen. Wat ook logisch is, want het brein is enorm goed doorbloed en als de haarvaten daar ook verstopt raken en er niet genoeg zuurstof en voedingsstof aangevoerd kan worden en de afvalstoffen afgevoerd kunnen worden, ja, dan kun je zelf ook wel begrijpen dat het niet heel goed zal aflopen met je brein. En als laatst, om nog even te noemen, kun je natuurlijk ook deze problemen in je voeten ervaren en krijg je iets wat een diabetische voet heet. Ook hier raken dan de haarvaten verstopt en begint het vaak met een verminderd gevoel in je voeten, wat uiteindelijk zich kan uiten in het verliezen van tenen of het volledig moeten amputeren van je voet. Al met al niet hele leuke dingen om te ervaren, maar gelukkig gebeurt dit pas als je bloedsuikerproblemen en diabetes type 2 behoorlijk gevorderd is. In het begin zijn het vaak hele milde dingen. Misschien een tintelend gevoel of verminderd gevoel in je voeten of handen. Misschien het wat waziger of slechter zien. Zelden is het directe blindheid of amputatie. Daarvoor is gewoon behoorlijk wat tijd nodig. En als je er dus op tijd bij bent, dan zou je het allemaal op tijd moeten kunnen redden. Dat was het voor deze video. Zoals je hebt kunnen leren, ontstaat het veel moeten plassen door een verhoogde bloedsuiker en diabetes type 2. Gelukkig kun je hier heel veel aan doen. Door gezonder te eten en te drinken kun je eigenlijk al deze problemen niet alleen voorkomen, maar behoorlijk verbeteren en in de meeste gevallen zelfs volledig omkeren met een gezonde levensstijl. Als je hier meer over wilt weten, bezoek dan onze website ziektevrijleven.nl. Daar kan je honderden artikelen vinden die je gaan helpen, meer dan 120 recepten en allerlei andere kookboeken die je allemaal zullen helpen bij het verbeteren van je bloedsuiker en diabetes type 2. Als je daar dan toch bent, vergeet je niet om je in te schrijven voor ons gratis diabetesvrij geheim.
Dit is een gratis document die wij weggeven, waarin we uitleggen wat de voornaamste oorzaken zijn van een verhoogde bloedsuiker en diabetes type 2. En wat je kunt doen om dit te voorkomen, te verbeteren en volledig om te keren met een gezonde levensstijl. Heb je nog vragen over dit onderwerp? Laat dan even een reactie achter onder deze video. En dan zie ik je graag in de volgende video weer terug.